Robert, we staan in het racecafé van Ziggo Sport. Jij hebt natuurlijk een bekend gezicht hier. Dit is jouw terrein jouw café, eigenlijk, om het zo te zeggen. Hoe is dat voor jou om ja, dit programma te doen? Ja, ik heb net mijn bedje weer opgemaakt. En uh, dit is natuurlijk een soort uh, tweede, tweede huis geworden de afgelopen uh, inmiddels negen jaar alweer. Um, ja, het, het, het blijft een, een lekker uitje. Weet je, het snelste café van Nederland is weer open op vrijdag. En dan uh, en morgen in dezelfde studio staan we aan die kant voor de, uh, de Ziggo Pitbox. De Greenbox en, en zondag natuurlijk de race hier met publiek. En vanavond ook. Dus ja, voor mij is het altijd uh, heel fijn om hier te zijn. Wat is, wat is de kracht van het programma? Ik denk de, um, de kracht is hoe we hem opbouwen een weekend. Hè. Dus we, we gaan vrijdagavond naar de kroeg. Nou, dat doe je ook met je maatjes. Uh, en, uh, en dan praat je over die sport in een relaxte manier. Informatief, maar ook, uh, ook een geintje en uh, een biertje erbij. Uh, gezellig. Um, en zaterdag vind ik leuk, want dan kan je echt een beetje diepte in, weet je, tech, uh, data, analyses maken, dat soort dingen. Dat vind ik natuurlijk ook uh, heel leuk om te doen. Ja, en zondag de grote show. Dus uh, ik denk dat de formule staat als een huis. En uh, ondanks dat we niet uh, alles kunnen uitzenden hier, natuurlijk, hebben, hebben we nog steeds uh, de samenvattingsrechten. En uh, ja, het publiek vindt het ook nog steeds leuk om te komen. Dus top. Ja, onderling houden jullie ook wel van een dolletje. Ja, dat moet. Weet je, op de 100 dagen tv maken met campus, doe je niet voor de lol. Dus dat is, uh, dan heb je heel veel passie voor je vak. Uh, dat is het ook echt. Weet je, ik kom hier al die jaren al altijd fluiten naartoe en ik ben uh, overdag precies dezelfde persoon als dat ik hier ben. Um, en ik, uh, ja, ik ben gewoon gek van die sport. Uh, ik bedoel, vorig jaar was ultieme hoogtepunt. Um, ook als ik denk aan Zandvoort, wat eraan zit te komen, dan denk ik, ja, be beter wordt het haast niet om dat te overtreffen. Uh, en tegelijkertijd hebben we ook dit jaar weer een, een, een mooi seizoen. Dus uh, happy. Ja, dit jaar is het wel met iets groter verschil. Nou, je voelde gewoon die spanning ieder weekend opnieuw. En dan was Zandvoort echt uh, ultiem natuurlijk. Pole position met uh, 38.000ste voorsprong. En uh, uiteindelijk dan ook nog een keer die race winnen. En ik mocht dan uh, de interviews doen aan het einde. was natuurlijk heel bijzonder dat je daar staat. Uh, ten opzichte Max en Lewis en Bottas was toen nog derde. Ja, dan... Uh... Dan besef je in één keer weer wat, uh, dat de sportgeschiedenis is geschreven. En, uh, en wij waren er onderdeel van. Dus uh, uh, een hele grote kick in, in mijn tweede carrière. Zeg maar. Kan dat nog beter komende week? Nou ja, de voorsprong is natuurlijk enorm. En uh, ik denk dat het aan Red Bull zelf is om het, om het uh, te verliezen, het kampioenschap. Denk aan technische issues, wat dan ook. Ik bedoel, ik ga niks dinksen, maar uh, dat is nog steeds de sport wat het is. Hè. Je moet nog steeds gewoon die finish halen. Uh, en tegelijkertijd zie je dat Max rijdt als een, als een waardig kampioen met die nummer 1 op zijn auto. Ik bedoel, hij is echt foutloos. Dat kan je van de andere coureurs niet zeggen. Um, en dat maakt het natuurlijk wel uh, iets minder intens met de battle met Leclerc. Want die maakt gewoon nog te veel fouten. En Louis was uh, ja, natuurlijk de, de koning die ontroond werd. En, en die spanning krijg je nooit meer terug. Dus dat, uh, die, die hebben we in onze tas zitten. Nou, Eén foutje in Hongarije met die spin, maar ja, de, die wint hij gewoon nog. Nou ja, dan is het geen foutje. Weet je, als jij spint en je wint hem, dan is het geen foutje. En Zandvoort, kan dat nog beter dan vorig jaar? Nee, dat lijkt me sterk. Het was natuurlijk het eerste grote sportevenement weer in Nederland. Na de corona-jaren. En uh, als je ziet dan de trainingen. En wij liepen daar op donderdag al een rondje over het circuit. De hele, de hele opbouw ernaartoe. naartoe. Kijk, Zandvoort is in principe natuurlijk een doodlopende straat. Dus als je het mobiliteitsplan ziet, dat heeft ook heel goed gewerkt. Um, dus iedereen liep daar met een big smile En die euforie was ongekend groot. Uh, dus ja, dat, dat, dat is in mijn optiek niet te overtreffen. Wat is jouw programma komende week? Ben je erbij? Is er wat op Zandvoort komende week? Ja. Nee, in principe ben ik, ben ik daar natuurlijk gewoon bij. En normaal zou ik ook op vrijdag in Spa zijn. Uh, lukt het nu even niet, was iets te druk in de agenda. Maar ja, Zandvoort ben ik gewoon drie dagen te vinden. En wij ook met Sigosport. Wij hebben een uh, waanzinnig café op het strand, ook met publiek. En uh, ja, het worden, worden bijzondere dagen weer.